We waren gewoon aan het eten en de conferentie aan het kijken. En opeens horen we gewoon, wij konden gewoon ook aan de gang. Dus ik dacht, yes, eindelijk, ik ben zo blij. De kappers en masseurs waren al open. De sekswerkers mogen vanaf 1 juli ook weer aan het werk. Eindelijk gewoon na zo lange onzekerheid gewoon weer klaar om te beginnen. Deze wandeling hebben de klanten van Desiree Privé in Rotterdam 3 maanden lang niet kunnen maken. Want net als alle andere sekshuizen in de regio was ook Desiree op slot. Maar woensdag gaat deze deur weer open. Goedenavond. Een van de dames gelijk, yes, we kunnen gewoon beginnen. Yes, woensdag, ik ben er klaar voor. Toppie. Naar iedere klant heel de boel ontsmetten? Ja, dat kan ik gewoon zeker doen. Naar iedereen gewoon, iedere keer als iemand binnen is geweest, dan gaat er wel de kamer gewoon ontsmet worden. Alle lakens worden eruit gehaald, handdoeken, alles wordt gewoon schoongemaakt. Blauwe lamp gewoon aangezet om te desinfecteren. Behalve heel goed schoonhouden en een check vooraf zijn er eigenlijk geen beperkingen voor prostitutie, zegt het RIVM. Eigenaren Alina en Henk van Desiree hebben toch mondkapjes in huis voor wie ze wil. En Henk heeft ook nog een andere aanbeveling. Misschien is het het beste op dit moment om het op zijn hondjes te doen, zodat de mannen en de vrouw niet in mekaars adem liggen. Maar ja, aan de andere kant, we hebben de mondkapjes. Die zijn niet verplicht, maar als iemand zich er prettig bij voelt, dan hebben we hem in ieder geval liggen voor ze. En dan maakt het niet zoveel uit wat voor standjes doen. Ik kan gewoon echt niet wachten. Voor mij kan het eigenlijk morgen beginnen. Want we worden aardig klem gebeld. Ja. En ik verwacht ook op de eerste dag een grote toeloop. Het lijkt me nog niet heel prettig, moet ik zeggen, met een mondkapje tijdens. Nee, maar goed, je zou het aardig maar uit voor krijgen.